Vandaag op 10 december in het lichtruim van Bilthoven, op de internationale dag van de rechten van de mens, schrijven mensen mee aan een van de wereldwijde schrijfmarathons van Amnesty. Zo worden er vandaag brieven geschreven voor 10 verschillende gevangenen die ten onrechte gevangen zitten vanwege hun geloof of het uiten van een mening. Amnesty deelt dan ook de gedachte dat schrijf kan helpen om onrecht te bestrijden. Het is gewoon heel belangrijk om dat te doen, want ja, er zitten ook gewoon mensen vast die niet vast horen te zitten. Dus ja, dat vind ik persoonlijk gewoon wel heel belangrijk. Ik vind het eigenlijk wel mooi. Het is ook, draagt ook bij aan het persoonlijke karakter van het protest van al die mensen die aandacht vragen voor de gevangenen. Dus ik vind het een heel mooi initiatief. En ik heb begrepen dat het een hele belangrijke voor deze gevangenen, of in ieder geval mensen die het moeilijk hebben om post te krijgen, een bericht uit de buitenwereld, dat er mensen zijn die aan hen denken. Ik ben geboren in Indonesië, dus ik vind het ook wel leuk om voor iemand uit dat land actie te voeren, zeg maar. Zij vinden die steun gewoon fantastisch. Dus dat mensen die vrijkomen en ook die nog gevangen zitten zeggen van nou ja, ik hou het vol. Omdat ik dat dus krijg. Hè. Ze worden niet vergeten. Een albino meisje. En dat is gewoon heel afschuwelijk als haar lichaamsdelen worden gebruikt voor het bereiden van een magische drank. Dat mensen zoiets kunnen verzinnen. Ja, dat is afschuwelijk natuurlijk. Tijdens de chocolademelkloop is er een bedrag opgehaald met de collecte van €303 dat Amnesty gaat gebruiken om onrecht in de aandacht te brengen. Het roepen van dat er iets niet mis is, dat moet onderbouwd worden met informatie. Dus de meeste kosten van de organisatie gaan zitten in het doen van onderzoek. En dan natuurlijk in alles wat rond de publiciteitssfeer zit. Aan het einde van de schrijfdag hebben ze in totaal 333 brieven en kaarten geteld. De verwachting is dat de eindstand nog hoger zou worden door de schrijvers thuis.